Ons mooie valkenszwaard kent vele feesten en evenementen, waar er elk jaar één met kop en schouders bovenuit steekt. Ons Strieperschatse carnaval. In het kader van 66 jaar Strieperschat heeft een groep vrijwilligers een pop-up museum opgericht. Goedemiddag, kom binnen in ons Strieperschat pop-up museum. Lust een bakje koffie? Dan gaan we even kijken hoe het museum eruit ziet. En we zijn hier eigenlijk een beetje de oude dingen, oude spullen van Strieperschat, van carnavalsverenigingen, van de stichting, willen we hier tonen. Zo troffen wij het hier aan, alles op zijn kop, het plafond eruit, geen verlichting. En dus we hebben in 4,5 maand wat we nu verwezenlijkt hebben en daar zijn we heel trots op. Bij binnenkomst tref je gelijk de verenigingen aan, waarbij het allemaal is begonnen. In 1952 is ADA gestart met de Strieperschatse carnaval in een kroegje waar nu Laverijzen zit. Daar zijn ze gestart met gewoon een binnencarnaval. Zodat ze mochten nog niet naar buiten, ze mochten geen uitingen in de openbaarheid geven. Dus ze zijn gestart in een café voor bij Laverijzen met een carnavalsavond. Zodoende is in 1954 eigenlijk de eerste prins van Strieperschat naar buiten getreden, prins Pipiliano. En zodoende is toen eigenlijk de openbare carnaval in Strieperschat begonnen. Na ADA kregen we bijvoorbeeld de valkenvangers. Die gingen bij Manen carnaval vieren. We hebben de pelikanen gehad, die zaten bij de pelikaan op de Waalrisseweg. Maar we hadden ook de bokkenrijers, zoals je hier ziet. Ook een oude carnavalsvereniging, inmiddels 55 jaar, zijn die in Strieperschat actief. Mede-organisator van het paar van het jaar, zoals je dat daar ziet. Maar ook de jumelage die wij met Tine hebben, wordt door de bokkenrijders elk jaar netjes nog gedaan. We gaan elk jaar, de eerste zaterdag van december, gaan we met z'n allen naar Tine. Om daar met de ridders van Brunegruus het carnaval te gaan vieren. Een belangrijke rol bij het georganiseerde carnaval is de stichting. Maar wat doet de stichting precies en wat houdt het in? De stichting is het overkoepelende orgaan van de Strieperschatse carnaval. Vanuit daar, uit die stichting, wordt eigenlijk de openbare carnaval geregeld, georganiseerd. Die bestaat uit een x-aantal commissies, zoals een commissie optocht, commissie Balse Zittingen, technische commissie, jeugdcommissie, hier niet te vergeten, daar hebben we het straks al even binnen gestaan. PPNP, zoals wij noemen, pers, promotie en propaganda. Die maakt de strieper, die we over 2 weken weer uit gaan reiken. Dus dat doet de stichting. En in die stichting hebben we ook een commissie, Raad van Elf. En in de Raad van Elf, daar komt ook de prins van Strieperschat in voor. Want uiteindelijk die draagt de carnaval uit in het seizoen waaruit hij gekozen is. Het is eigenlijk heel bijzonder wat een organisatie allemaal regelt en bedenkt voor zo'n feest. Maar hoe kom je op het idee om hier tradities en rituelen aan te verbinden? En wie heeft dit bedacht? Dat zijn de mannen van het eerste uur. Die waren echt van het formele, van luister, wij willen een geregelde carnaval hebben. Met elk jaar leuke activiteiten. En dan heb je wel wat structuur nodig in een carnaval. Want dan blijft het natuurlijk een heel leuk feest, maar het kan behoorlijk uit de hand lopen als je het niet geregeld hebt, vind ik. Dan zijn er protocollen ontwikkeld. Elke commissie heeft zijn eigen protocol.
Maar een van de protocollen die we hebben is de Raad van Elf, die behoorlijk wat protocollen heeft. We kunnen er even naartoe lopen. Ze zijn allemaal hetzelfde uitgedost in dit pak. In een rockkostuum, zoals het heet. Het is geen smoker, rockkostuum, dus met een slipjas. Yeah. Een sjerp. De strippenschatsenonderscheiding op die ze hebben. De hoogste strippenschatsenonderscheiding die komt onder de strik. En een steek met veren die hier helaas nog ontbreken, maar die komen er van de week op het einde voor, net voor het begin op. Deze man die draagt de bolknak nog niet, maar zo gauw als je lid bent van de Raad van Elf, dan krijg je de zilveren bolknak opgespeld. Teken dat je lid bent van de Raad van Elf. Ik heb die zilveren bolknak daar in de vitrine liggen. Dat is dit attribuut. Dat is een zilveren bolknak. Elk nieuw raadslid krijgt die opgespeld. En wat er langs ligt, dat zijn de strippen schatsonderscheidingen van zo die kant heen. Dit is de ridder, ridder eerste klas, officier, commandeur, groot officier en groot kruis. Dat zijn de 6 standaard onderscheidingen van het protocolair. Elk jaar wordt door het volk een heerser gekozen, die gedurende de hele carnavalsperiode regeert over Strieperschat. De prins. Soms zeggen, waar moet ik mee carnaval heen? Probeer ik het uit te leggen, of ik neem ze een keer mee. We beginnen de week voor carnaval al, met vrijdags scholen bezoeken. Dat is al de hele dag. We hebben het boerenbal overigens al eerder. Dat is het weekend voor carnaval, dat is ook al 4 dagen, met het boerenbal. Ja, en allerlei activiteiten, de receptie van de prins van Dommelen, de receptie prins van Barkel. Dus de prins van het jaar, wanneer die prins is, kan gerust een week vrij pakken van tevoren om in ieder geval fit en enthousiast de carnaval te vieren. De adjudant die zorgt ervoor dat de prins zich aan zijn protocol houdt, dat hij niks tekort komt natuurlijk, dat hij prins kan zijn, want daar gaat het om. En alle zaken die erachter geregeld worden, die bij de prinschap horen, worden door de adjudant in de gaten gehouden. We hebben tegenwoordig ook voor een commissaris van de prins benoemd, omdat die functie van adjudant behoorlijk zwaar was. En met name bepaalde zaken die hebben we uitgegeven aan zeggen de commissaris van de prins. Dat is een functie die blijft. Adjudant de prins en elk jaar iemand anders. Maar de commissaris van de prins blijft. Dat is een blijvende functie. Dit is de tijdlijn van alle prinsen van Strieperschat. Te beginnen aan die kant met prins Pipiliano als eerste prins van Strieperschat. En zo gaan we verder naar de 66e prins aan de andere kant, prins Erik, als zijnde de 66e prins van Strieperschat. Zelf ben ik ook ooit prins geweest in 1991. En ja goed, hier hangen nog allerlei mensen die, alle mensen, ik ken ze allemaal bijna, maar voor heel veel mensen is het toch een stukje van erkenning dat hier de prins van Strieperschat ergens hangt. We hebben in het verleden 65 prinsen van Strieperschat gehad en in 1998 hadden we ons aller Bertke die prins van Strieperschat werd. Ja, dat was een landelijk nieuws toen wij dat deden. Ze wou graag prins worden, ze is het ook geworden, ze hangt hier netjes bij met een foto. Mooie pluimen erin, geen veren net zwaai, maar ze had er pluimen in gedaan in de steek. En ze is prins van Strieperschat geworden. 1998 een bijzonder jaar worden. Deze plaats heeft voor het eerst een vrouwelijke prins carnaval. Prins Betke de Neurste. Ik heb er altijd van gedroomd. Het heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. Ik vond het geweldig als 7-jarig meisje al. Alleen ja, het is een hele lange weg om als meisje prins te worden. Maar ik hoop in de toekomst, in de nabije toekomst, toch nog wel weer eens een keer een vrouwelijke prins te willen ontmoeten en te installeren bij de Strieperschatscarnaval. De jeugd heeft een eigen prins, met een eigen hofhouding en eigen kapel.
De jeugdraad en gevolg is toegankelijk voor alle kinderen uit Striepersgat. Al die biertjes, man, ik had er echt genoeg gehad. Wat de grote doen, doen de kleine. We zoeken heel veel kindercarnavalsactiviteiten. Een tijd heel veel bij de Dennenberg gezeten, speelt in Genoven. Maar heeft op zaterdagmiddag heeft onze jeugdprins zijn eigen jeugdreceptie. Dat is tegenwoordig voort bij Du Commerce. Alle jongens lopen in zo'n cape, hebben ze erbij. Dit is wel de adjudant. Die heeft de rode steek, maar die jongens hebben dus allemaal een ander steekje op. Maar lopen gewoon als raad van elf met de prins mee. Carnaval te vieren. Krijgen natuurlijk geen alcohol, hè? Lekker limonade drinken of appelsapje wat ze krijgen. En hebben een leuk 4 dagen carnaval. Jeugdprins, die gaat, dit zijn jeugddansliedjes. Hopmejannetjes noemen wij dat. Ja? De Hofmejannetjes kunnen we straks nog even bewonderen. Dit zijn allemaal meisjes tussen de 6 en 13 jaar. Elk jaar proberen we er een stuk of 10, 12, daar hoeven we niet veel moeite voor te doen. Hebben we 10 van de 12 van die leuke, enthousiaste meisjes die met jeugd mee willen om carnaval te gaan vieren. Ook muziek speelt een belangrijke rol in het carnaval. Elk jaar wordt muziek en dans weer voorzien door de Hofkapel en zijn Hofmariannekes. Zoals we bij de kleine net zagen, de kleine jeugdraad met zijn Hofmariannekes, heeft de grote raad heeft de Hofmariannekes bij zich. Ook een stuk of 10 leuke enthousiaste meiden tussen de 15 en 19 jaar. Wat iets jonger de laatste tijd, maar 18 jaar zijn ze meestal toch ook nog wel. En die gaan heel de carnaval uit samen met de prins op stap. En doen ze een dansje samen met de Hofkapel, die dan het... Het muziek speelt en ja, heel leuk. We hebben hierachter zien we er wat staan. Dit is een Hofmejannekes pakje, zoals ze nu ook nog gewoon dragen. Wij als stichting hebben altijd gemeend om een eigen Hofkapel te hebben om muziek te maken als de prins binnenkomt. Met had Adam geweten hoe het appelke smaakt. Dat spelen ze al meer dan 55 jaar. En hebben we hier wat uitdossingen van de Hofkapel, zoals ze in het verleden met ons meegetrokken zijn. In 1982 hadden ze nog echt een grijze boerenkiel. Met een boerenstropdas of een boerenzadhoek en een pet. En dat werd in 1989 iets een andere soort. Maar in de loop der jaren zijn ze wel wat chiquer gekleed. Onze Hofkapel speelt eigenlijk elk jaar de vaste nummers die ze, net zoals ik net zei, had adem geweten als we naar binnen komen. Maar we hebben ook Cigar City, maar ook de nieuwste hits. Elk jaar proberen ze toch een stuk of 6, 7 nieuwe hits van dat jaar te spelen. Om de gezelligheid te creëren binnen de carnaval en bij de avonden waar ze voor opgeroepen worden. De laatste jaren is ook de carnavalsmis een succes. In de kerk wordt daarmee de carnaval geopend en daarna weer afgesloten met het assenkruisje op woensdag. Ja, de carnavalsmis die is ontstaan na het jubileum van het 44 jaar bestaan. Onze Tom Kolen, die toen president was, die had contact met pastoor Schaar om... een carnavalsmis te gaan houden op zaterdagmorgen. En dat is eigenlijk de opening op zaterdag van de carnavalsdag, van de carnaval. Dan gaan we eerst met z'n allen naar de Eucharistieviering in de Nicolaaskerk. Zit helemaal vol, iedereen verkleed. De Raad van Elf en de Stichting achter op het altaar. We hebben elk jaar een ander koor, proberen we in ieder geval andere muziek te regelen voor, maar wel in de sfeer van een Eucharistieviering. Het is dus niet zo dat het echt een carnavalshappening is. Het is wel een carnavalshappening, maar ecumenisch zal ik maar zeggen. De afsluiting van de carnaval is natuurlijk het askruisje halen op woensdagavond. Dan is het, we beginnen ook met een mis in de kerk. En dan is het eigenlijk ook gewoon gebruikelijk dat we woensdagavond met z'n allen even naar de kerk toe gaan weer. Om een askruisje op het eind van de mis te halen. En vasten. Het zal er tegenwoordig niet makkelijk mee meevallen voor iedereen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat we dan 40 dagen vasten tot Pasen.
Kort geleden, op 26 januari, werd uiteindelijk het museum geopend door de grondlegger van het Strieperschatse carnaval, Prins Pipliano. In het bijzijn van de huidige Prins Carnaval en zijn gevolg. Kom zeker voor de carnaval eens langs om een kijkje te nemen in onze geschiedenis. Maar voor nu, houdoe en alaaf. Alles kan verkeerd.